Zeg Henk, jij bent commercieel directeur bij de Graafschap. Wat houdt dat in? Ja, dat klopt. Wat houdt het in? Ik ben gewoon verantwoordelijk voor alle inkomsten binnen de club. Op seizoenkaartgebied, sponsoringgebied. Eigenlijk op alles behalve op het technische vlak. Maar we kunnen nu ook stoppen, hè? We zijn ver genoeg lang. Nee Henk, we gaan verder. We stoppen niet hier. Henk, nou zag ik dat jullie nog een sponsor zochten. Ja, we zoeken er wel meer, maar we zijn eigenlijk nog op zoek naar een shirtsponsor, oftewel een hoofdsponsor, die op de voorzijde van het shirt wil gaan staan. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. We zijn wel in gesprek met een aantal partijen, maar concreet hebben we op dit moment gewoon nog geen hoofdsponsor. Ik heb de microfoon in mijn handen, dus ik heb maar één hand. Maar ik wil eigenlijk nog lang door, totdat jij niet meer met je voeten bij het touw kan. Goed, Henk, wat vind jij van dat idee? Ik stel voor dat we gewoon hier blijven staan. Nee, ik vind het wel heel lullig voor je dat je dadelijk neervalt. Ik zie namelijk wat zweetdruppeltjes bij Henk op zijn voorhoofd verschijnen ook. Nou, je bent toch een sportman? Ik ben op en top sportman. Ja, toch? Ja, maar dit in het water vallen heeft helemaal niets met sporten te maken. Moet eens kijken hoe sportief ik nu ben. Ik zie ook echt zweetdruppeltjes bij Henk komen. Ik dacht, ik ben helemaal geen sportman. Ik hak af, maar Henk, jongen. Kom, gaan we nog een paar meter, jongens. Kom maar. Oh, een paar meter, Mattie. Ja, ik heb maar één hand, hè? Ja, jongens. Dit, als ik zo meteen mijn linkerhand niet meer kan gebruiken, dan is het jouw schuld. Oké, okay, we vinden het ver genoeg. Henk, onwijs bedankt. Q music, Q is, Q is good for you. Ja, kijk maar, Patricia. Het gaat wel.